Met een nieuwe trein naar het EK. Een absolute meerwaarde. Het is alles net even een stapje beter. En nog meer oranje koorts. Wij onthullen de EK-snack van NS. Met sinaasappel en een stukje chocola. Dit is NS Weekly. Hoi en leuk dat je weer kijkt. Met een gloednieuwe trein naar het EK in Duitsland. NS International brengt komende weken veel oranje fans naar het voetbalfeest bij onze oosterburen. En dat gebeurt ook nog eens met fonkelnieuwe ICE-treinstellen. Vanavond rijden die voor het eerst. En natuurlijk nam NS Weekly daarin alvast een kijkje. Als hij vrij is, is hij groen. Als hij een deel van het traject is gereserveerd, bijvoorbeeld Duisburg, Frankfurt, dan is hij oranje. En als hij de hele verdere rit, dan is hij rood. Binnenkort gaan we rijden met de nieuwe ICE's op de route richting Duitsland. Het is de zogenaamde 408, dus de nieuwe bouwrijen van de ICE's. De oude trein die we nu rijden, die rijden we al sinds ongeveer 2000. Dus die is best wel eventjes in de omloop, zoals dat dan zo mooi heet. Ja, het is een absolute meerwaarde. Het is alles net even een stapje beter. Je ziet dat de huidige trein echt aan vervanging toe is. En dit, ja, we gaan even naar een hoger niveau toe eigenlijk. En wat er echt nieuw is, dat er fietsplekken zijn, 8 stuks in deze trein. En er is een rolstoellift, waardoor deze trein ook qua toegankelijkheid veel beter wordt. Ook een verbetering van opzichte het huidige ICE is het geluid. Het is echt enorm veel stiller geworden. Daarnaast onder andere de komst voor een nieuw airco-systeem. De vering is heel aangepast en waardoor ook de reizigerskwaliteit echt enorm vooruit gaat. Ik hoop dat deze nieuwe trein gaat leiden tot hele hoge cijfers in de klanttevredenheid. En natuurlijk een fantastische werkplek voor onze collega's. Dus ik gun iedereen daar een hele mooie trein waar we weer jaren mee vooruit kunnen. Veel grote sportevenementen deze zomer. En daarin heeft de trein een essentiële rol. Want NS brengt deze zomer niet alleen de voetbalfans naar het EK in Duitsland. Ook de Olympische Spelen zijn dit jaar dicht bij huis. Namelijk vanaf 26 juli in Parijs. De Nederlandse atleten die daar in actie komen, reizen als Team NL met de trein vanaf Rotterdam Centraal naar Gare du Nord. Straks in NS Weekly. De oranje koorts begint te kriebelen. Wat is dé EK-snack van NS? Je hoort het zo. Maar eerst, Team NL vertrekt zoals gezegd deze zomer met de trein naar de Olympische Spelen. Wij van NS zijn al jaren supporter van Bewegen. Vanaf nu zie je op dit YouTube-kanaal elke week één Nederlandse Olympiër in de serie Topatleten in de trein. Daarin vertellen ze hoe het is om hard te trainen en hard te trainen. Deze zomer zijn de Spelen in Parijs. En NS brengt sporters daar duurzaam naartoe. Wat is hun verhaal en wat doen zij in de trein? In deze serie maken we kennis met de topatleten van Team NS. De eerste aflevering van Topatleten in de trein met meerkampster Anouk Vetter is nu al te bekijken. Komende dinsdag verschijnt de aflevering met atlete Anne Luiten. Als ik tijd heb voordat de trein er komt, dan ben ik die gekke mevrouw die allerlei rek- en strekoefeningen staat te doen op het perron. Dus dan wordt dat een soort van mijn persoonlijke gym. En voor we naar de grote onthulling gaan van dé EK-snack van NS, nog even kort het nieuws van deze week. Denk je er namelijk over om bij NS te gaan werken, bijvoorbeeld als medewerker veiligheid en service? NS organiseert binnenkort weer een trainingsochtend waarbij je zelf kan ervaren of dat werk bij jou past. Inschrijven kan online. En als je dan toch op werkenbijns.nl bent, dan vind je daar ook de vacature van NS Weekly. Wij zoeken namelijk een nieuwe videostagiair. Is dat niet leuk? En dan kijken we naar komende week. Dan werkt ProRail op verschillende plekken aan het spoor. Grootschalige werkzaamheden beginnen rond Den Bosch en Leeuwarden. Ga je op pad? Plan voor vertrek altijd je reis in onze app. En dan, eindelijk. Voetbalfans reizen met een nieuwe trein naar het EK.
en gaan dan op Utrecht Centraal langs de fanshop. Bij die oranje koorts komt vanaf nu een speciale NS-snack. Mag ik een roffel? Want zit je er klaar voor? Tijdens de Oranje Weken koop je bij kiosk en de stationshuiskamer een oranje cookie. Dit is hem. Oranje Weken zijn gestart in de kiosk en de huiskamer. Er is een hele zomer vol met sportevenementen. En daar willen wij natuurlijk wat mee gaan doen. En we hebben daar een heel leuk oranje cookie voor bedacht. Die is ontwikkeld samen met onze leverancier. Het is een heel fris koekje met sinaasappel en een stukje chocola. De oranje cookie is verkrijgbaar in alle kiosken en stationshuiskamers. We verwachten zo'n 40.000 cookies te gaan verkopen. De beste plek om de oranje cookie te scoren is tijdens de spelen op station Rotterdam Centraal bij onze stationshuiskamer. Daar vandaan vertrekken de sporters van en naar Parijs. En is die helemaal aangekleed in de oranje Parijse sferen. Eet smakelijk, geniet van je zomer en alle sportevenementen. Volgende week zijn we er weer. Tot dan!